my god, Mimang, haal je piemel in je broek, dag. Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Ik ga dit stukje kort houden, want deze video duurt echt knijterlang. Maar ik ben gisteren op Omegle geweest, de chatsite, om met jullie te chatten. Dit keer was ik niet verbannen. Ik vond het echt super gezellig. Dus bij deze de beelden die daarvan zijn gekomen. Hoi! Oh. Hoe is het? Oh my god. Ik ben eerlijk gezegd ook heel erg blij dat jij er bent. Want ik dacht, oké, ik ga zeggen dat ik op Omegle ga. Volgens mij komt er echt niemand. Maar je bent er. Oh jee, wat het ziet er mooi uit. Kom er eens bij. Superleuk meisje. Hoe oud ben je? Wat denk je? 18 of zo? 19? Ik ben 14. Nee, doe normaal. Oh, je lijkt echt veel ouder. Ja, dat hoor ik echt heel vaak. Oh, is alleen maar leuk. Dan kan je naar Discord gaan. Dan kan je zeggen, ik ben een lang 16. Een lang 16. Ik weet niet, maar... Alle leuke jongens, die denken allemaal dat je 18 bent. En zeggen, ja, ik ben inderdaad 18. Ja, en gewoon meerderjarig, hoor. Maar het mag. Ja. Daar ben je 14 voor, toch? Om te zeggen dat je 18 bent. Ja. Hoi. Hallo. Oh, ze hebben me weggedrukt. Nou, kom eens. Ze speert niet, maar ze ziet er veel uit. Ze is heel knap. Kom maar hier. Ik ben Stanley. Oh ja, Stanley is een koekje aan het eten, dus hij wil niet in beeld. Hallo. Hi. Oh, je kan het niet horen natuurlijk. Oké, nou. Wat is je Instagram? Mm-hmm. Carlijn Visser en dan met twee N aan het eind. Met een K. Carlijn Visser met twee N op het eind. Ik zorg wel dat hij het noteert. Komt helemaal goed. Hoi! Oh mijn god! Hoi! Hey! Hoe is het? Ik ben al echt 5 minuten voor 8 aan het zoeken. Nee joh! Oh! Nou, zal ik eens wat vertellen? Toen zat ik nog helemaal niet op Omegle, want ik ging nog even mijn haar worstelen. En toen zat er vlinder in de badkamer. Dus ik had echt het trauma van mijn leven. Dus ik zat er echt pas om 5 over 8 zat ik pas hierop. Dus sorry. Hey, knoppower! Doe even een shout-out naar jezelf, naar je Instagram of naar je Twitter ofzo. Hoi, ik ben Monica en ik heb ook een YouTube-account. Oh, oh mijn god! Ik ga nu gelijk op... Oh nee, ik heb geen pen en papier, maar ik ga het onthouden, want ik kan toch nog terugkijken. Wat? Zo heet het. Lon en Mar, samen met de vriendin. Shout-out naar Lon en Mar. Yay! Yo! Met wie is... Oh my god, Sophie! Ah, met wie heb ik het genoegen? Met Kevin. Hoi Kevin. Oh, je loopt vast. Hoi. Hoi. Hoe is het? Zeg je? Ik zeg, hoe is het? Ja, goed. Ja? Met wie heb ik te maken nou? Ik ga een foto van je maken. Ja, tuurlijk. Boek even mijn haar goed hoor. Heb je een beetje een leuke dag gehad vandaag, of niet? Ja, nou, ik ben een beetje brak. Oh, heb je een feestje gehad? Ja, 3 oktober. Hé, hier komt iemand van. Oh. Nou, ik was net benieuwd naar je feestje. Hoi. Hallo. Ja. Je gaat me niet neerschieten, toch? Oh. Hé, maar boys. Ik ga eventjes door. Maar ik vond het super leuk om jullie gesproken te hebben. Ja. Zo, vind je mijn filmpje zo stom dat je met een pistool naar me gaat zitten zwaaien of zo? Jee, man. Ja. Waarom kom je niet in beeld? Dat is toch veel gezelliger? Aha. Ben je op de vlucht voor de politie of zo dat je niet herkend mag worden? Het is de tweede keer dat ik je tegenkom, maar ik ben net druk en ik je gewoon weg. Ja, dat... Ik dacht... Nou, ik dacht ook al... Nou, ben ik zo stom? Hi! Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, ook wel goed. Ja, ik heb een beetje stress met school. Maar ik dacht, ik ga toch liever... Jij ook? Ik zit in mijn examenjaar. Oh, shit. Bij welk jaar doe je nu? Ik doe interieuradviseur, niveau 4. Oh, tof. Als ik dan op mezelf ga, dan ga ik jou gewoon bellen en dan zeg ik... Yo, wil je mijn huis ontwerpen? Of mijn interieur? Ik heb daar dus zo geen verstand van. Nee. Dus je moeder is ook wel blij met je dat je dan een beetje advies kan geven van waar de bank moet staan en zo, of niet? Nou ja, die heeft meer eigen idee van hoe ze alles doen. Dat heb je met moeders, hè? Die hebben altijd een eigen idee van alles. Oh, chips! Oh mijn god, iemand belt mij. Wacht. Huh? Ik heb nu dus... Oh mijn god. Oh mijn god, wacht. 1 seconde. Sorry, ik heb nu dus een MacBook en als je dan gebeld wordt, dan komt ook dat op je scherm. En ik schrok even, want dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Moeten we wel even pauzeren? Ja. Kijk of die er goed op staat hoor. Hoe kan ik hem naar je toe sturen? Sophie! Wow, ik heb je op de fiets gezien en je liep net voor me weg. Wanneer?
Ja, op de fietsdag, fietsfestival. Ik zal... Oh, op fiet! Ik dacht, ik zeg op de fiets. Ik denk, hè? Nee, ja, ik ben zelf ook een jaartje bezig met YouTube en ik zit op het 536 abonnees. Oh my god, dan moet je zelf nu een shout-out geven en hopelijk gaan mensen abonneren en dan... Ja, oké. Okay. Nou, dames en heren, volg ook sowieso abonneren op Sophie natuurlijk, maar ook eventjes abonneren op mijn kanaal, op Taco. Ik heet gewoon Taco op YouTube. Typ het even in, want dan kan ik het... Nou, Taco, en je kan me vinden op Burrito Vlogs, maar Taco. Dat vind ik best wel humor. Sorry, ik ben ondertussen even mijn haar aan het fixen, want het slaat echt... Kijk, het staat gewoon helemaal omhoog, gewoon. Zo, wat heb je met je microfoon gedaan? Heb je zo'n zware stem van jezelf? Hi. Hey. Hey. Met wie spreek ik? Met Tim. Hoi Tim, hoe is het? Ja, goed met jou. Ja, tof. Ja, ja, top. Gevonden. Oh shit, hoe lang zit je er al dan? Nou ja, ik denk sinds 8 uur ongeveer. Oh mijn god. Dedicated. Nee, jij bent een topper. Ik vind je echt top. Yes. Wat lief, nee, dat je gewacht hebt. Ja. Toffe koptelefoon heb je trouwens. Thanks. Volgens mij heeft het echt zieke bas, of niet? Ja, nou ja, kijk, het is een beetje geïmproviseerd. Ik heb dat ding al 3 jaar. En nou, zit, ik zal je wat vertellen. Ik had dus pas een nieuwe laptop gekocht. Ja. En toen heb ik gewoon uit mijn handen laten vallen. Mijn MacBook. Nee, joh. En er zat er een deuk in. En doet het nog wel? Ja, het doet het nog wel, maar ik heb hem ook vastgetaped. Als het niet te repareren is met duct tape, dan is het kapot. Ja, maar ja, het was te repareren met duct tape, dus... Met jou kan ik wel praten, wij begrijpen elkaar. Oh my god, Mimang, haal je piemel in je broek, dag. Lekker ding! Hallo! Hoi! Weet je, ik zit heel vaak op een Eagle naar YouTube te zoeken. En oh echt? Ja, het is de tweede keer dat ik erin tegenkom. Nou, ja. Nou, dit is toch wel weer fijn. Ja, ik hoorde echt mensen die hadden 45 minuten gewacht. En toen dacht ik, oh mijn god, jullie zijn echt top. Maar wel kut voor jullie dat jullie gewoon 45 minuten hebben moeten wachten. Ja, inderdaad. Maar je bent wel leuke mensen tegengekomen ondertussen. Ja, niet echt van mijn leeftijd. Ja, ik ben 19, dus ja. Oké, okay, ja, ik ben 18. Ik had je wel ouder geschat trouwens. Ik had je echt minstens 23 gegeven. Maar het komt denk ik door de baard, dat je ouder leeft. Ja, ik heb gewoon nog niet gescoord, ja. Oké. Okay. Nou, te zien moet ik wel zeggen dat ik je video's heel leuk vind. Oh, dat vind ik lief van je dat je dat zegt. Ja, nee, ja, ik wacht echt nog op degene die nu komt en zegt... Ja, ik heb 45 minuten gewacht, maar ik vind je wel echt kut. Hi! Oh mijn god. Volgens mij heb ik dezelfde trui als jij, wacht. Wat staat erop? Oh nee. Van Hema. Oh, ik dacht al, heeft Hema zulke toffe kleren? Ik denk, ik moet echt een keer langs Hema. Dag bij Hema, koop je alleen maar worst, maar... Oh, tof man. Hey! Jou ken ik. Ja. Was je er weer? Hi! Ik hoor je niet! Wat heb jij tof kapsel? Oh ja, ja, het is gewoon echt de achteren. Nee, maar ik vind het wel vet dat het zeg maar zo naar de ene kant van je gezicht en dan zo een beetje asymmetrisch. Vet fucking goede uitleg van dit gewoon echt. Hoi Rosalie. Heb je het een beetje naar je zin vanavond? Heb je nog wat leuks gedaan vandaag? Nee, niet echt. Zondag is gewoon... Netflix of zo is ook nice. Netflix op zondag is gewoon het allerchillste wat je kan doen, gewoon. Ja. Je video's zijn zo grappig. Oh, vind ik echt leuk dat je dat zegt, dankjewel. Ik kijk ze super vaak terug en dan leg ik allemaal dubbel over... Hoe heet dat nou, dat programma? Dat gare programma. Achter gesloten deuren? Ja. Oh, wat leuk dat je dat zegt. Wow, ik vind het ook leuk dat je zegt dat je terugkijkt, want ik kan mijn video's echt niet terugkijken. Ik word dan echt helemaal gek van mezelf. Als ik ze nog een keer zie, dan denk ik, zet het uit. Superleuk jasje heb je aan trouwens, waar is die van? Echt, meen je niet? Altijd als ik in een Primark ben, dan kom ik echt niks tegen en dan zie ik allemaal mensen met leuke kleren. Dan zeg ik, oh, waar is je jasje van? En dan zeggen ze allemaal van de Primark. Primark. Wat heb je voor achtergrond? Oh, dat zijn die poppen van de V&D van Best. Oh! Ik zat dat te kijken. Ik denk, dat gezicht herken ik ergens van. Maar ze leek ook wel een beetje op jou. Dus ik dacht, heb je nou jezelf op je behang? Maar... Nee. Oh, tof. Nee. Hebben die gewoon gejat? Of mocht je die meenemen? Nee, ik heb meisjes gevraagd. Ik had ze in de stad gehaald. En ik woon in het dorp 10 kilometer verderop. Nee, ze moest mee in de bus. Nee, op fiets. Nee, jullie. Ik heb gekeken.
Ja, ja, wat zit er nou met twee kartonnen mensen achterop? Maar het was het waard, of niet? Ja. Oh, gelukkig maar. Wil je nog een shout-out geven naar jezelf? Instagram, als alle chickies denken, zo, die blonde boy, die wil ik wel volgen. Oké, follow your boy Mitchy. Doeg! Nou jongens, het was het alweer. Vond je het nou een leuke video? Dan bedankt. Als je toch niks te doen hebt, laat dan even een duimpje omhoog achter en een reactie, namelijk op mijn vraag. Wat is de gekste shit die je ooit hebt meegemaakt op zo'n chatsite? Jullie hebben er vast wel een keertje op gezeten, dus laat me weten wat het gekste is wat je hebt meegemaakt. Dat was het. Adieu!